een druk programma vandaag, want we hebben natuurlijk een aantal artiesten hier in de studio zitten die we heel graag willen interviewen. En omdat we afgelopen 2 weken niet geweest zijn, ja, hebben we ze allemaal gewoon op een rij geschoven en gaan we op de afwerkplek van Ben vandaag gewoon een hele hoop artiesten afwerken. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, het is een dame die wij kennen van jaren en jaren geleden. Toen was er een of andere soort sound, nee, het was niet eens een soundmixshow, een talentenshow. Ja, ik weet niet eens hoe dat die heet, zo lang is het toch? Hoe heet Popstars. Het? Popstars. Ja. Ja, daar stond je in. Daar zat toen Henk-Jan Smit, die zat in de jury. Ja, en die gaf op een gegeven moment gaf hij jou een vernietigende kritiek over je uiterlijk en de kleding die je droeg. Ja, je was wat zwaarlijvig. Ja, je had, corpulent. Ja, je had je eigen kledinglijn, vaak in het zwart. Ja, en Henk-Jan die was daar niet over te spreken. Nou moet ik je zeggen dat jij nog steeds in het Nederlandse hitwezen rondloopt. Ja, en van Henk-Jan Smit horen we niks meer. Zo raar kan het in het leven gaan. Met andere woorden, ik heb hier in de studio met haar nieuwe Engelstalige single niemand minder dan Rebecca Schaus. Rebecca, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er in de afgelopen jaren na die talentenjacht allemaal met je gebeurd? getrouwd, gescheiden, verloofd. Ja. En in 2018 ga je weer trouwen? In 2018 gaan we trouwen. Hoe druk het toch allemaal weten? Ja, jij weet alles. Ja. Ja, veel gedaan. Muzikaal gebied wel ook even sabbatical gehad. Mm-hmm. En omdat ik natuurlijk met afvallen bezig ben geweest ook. En nu, sinds ik met Roy ben, zijn we het weer even een beetje aan het oppakken. Oké, is Roy je steun en toeverlaat in deze? Dat hij ook een beetje push van mij, het gaat het podium op, want je kan gewoon heerlijk zingen. Ja, Roy is wel mijn schop onder de kont ook. Toch wel? Ja, had je die nodig? Ja, soms wel. Ik heb ook wel momenten gehad. Ik dacht van ja, wat doe ik er eigenlijk voor? En het is zo moeilijk om voeten aan de grond te krijgen. Ja. En dan is Roy degene die dan weer zegt van kom. Even schoudertjes eronder. Ja. Uithuilen. Ja, neusje afdrogen. En weer het podium op. Ja. Ja, zo gaat het. Ja. Ja. Hé, maar nu ben je toch weer teruggekomen in het Nederlandse hitwezen met een Engelstalige single. Ja, dat heeft zo moeten zijn. We waren bij onze grote vriend Gerard Kielestein. Mm-hmm. En die had dit nummer eigenlijk al wel liggen. Dus wij waren dat aan het luisteren als iets van ja, dat is zo'n knijter van een nummer. Ja. Moeten we wat mee doen? Mm-hmm. Ja, ik maak eigenlijk een bruggetje van datgene wat in het verleden gebeurd is na je nieuwe single. Want die nieuwe single die heet Don't Give Up. Ja, Don't You Give Up. Het heeft natuurlijk voor mij meerdere betekenissen. Het is ook opgedragen aan de stichting Stop Loverboys nu. Mm-hmm. Omdat die meisjes natuurlijk heel moeilijk hebben. En ik ook mee wil geven van nou, wat er ook gebeurt, geef nooit op. Ik ben natuurlijk zelf slachtoffer geweest op mijn leeftijd. Ja, en daarnaast natuurlijk mijn muzikale carrière. Ik heb het. Ik kom van best wel ver. Mm-hmm. En met Popstars had ik natuurlijk mijn bekendheid. En ja, daarna is dat eigenlijk een beetje door one management in het slop geraakt. Dus ook daarvoor geldt. Als je maar niet opgeeft, dan komt het uiteindelijk wel weer goed. Ja, slecht management. Dat houdt in dat er veel dingen beloofd werden, maar weinig nagekomen werd. Of zijn ze er gewoon met de poen vandoor gegaan? Nou, zullen we het op het laatste houden? Ja, is het weer zover? Ja, ik had iemand die mijn management deed en die me overal aan het boycotten was. Aan het boycotten? Ja. Oh, wat een geweldige manager is dat. Ja, die was heel erg jaloers op mijn roem. Laat me het daarop houden. Ja. En dan uiteindelijk, dan als je dan later te horen krijgt dat je overal voor hele hoge bedragen wordt weggezet. En als ik al werd weggezet, dan werd het geld, ging inderdaad zijn zak in. Lekker. Dus we hebben eigenlijk vanaf nul hebben we alles weer op moeten bouwen. Dus ik ben heel erg blij met Roy. Ja. Dat en is deze man nog steeds actief in het Nederlandse hitwezen? Nou, dat hoop ik niet. Nee. Die zit ergens op de Bahama's, nou met een grote kubaan. Nou, dat ook niet. Het laatste wat ik weet is dat hij ergens bij zijn papi en zijn mami woont. Ach, God straft altijd, hè? Ja, daarom. En dan, het lijkt me niks ergens als volwassen kerel als je een vrij leven hebt gehad met voldoende geld om weer terug te gaan naar papa en mama. Ja. Maar ja, dat is. Hij heeft gekregen wat hij verdient. Er bestaat een God. Ja, dat geloof ik wel. Ja, toch? Ja. Hé, nou kijk ik naar je hoes. En dan zie ik eigenlijk twee knalrode bokshandschoenen. Maar ook een gezicht van, jongens, kom maar op. Ik sta mijn vrouwtje wel. Ja, dat klopt. Dat was ook wel weer een beetje een idee van Roy. Hij heeft gezegd, je moet toch wel laten zien dat je er bent. En dat mensen niet meer over jou heen kunnen lopen. Want dat hebben ze lang genoeg gedaan in het leven.
Dus vandaar dat idee. Oké. Ja, nou zei je net in het interview dat je zelf ook slachtoffer geworden bent in het verleden van Loverboys. En daarom draag je de single ook op aan. Hoe moet ik dat zien? Gaat er ook geld naar de stichting die Loverboys bestrijden? Nou ja, weet je, om heel eerlijk te zijn, je wordt tegenwoordig natuurlijk niet meer rijk van de verkoop van de singles. Nee. Dus het is meer ook een symbolisch iets, zeg maar. Een statement die je wil maken. Een statement. En ik ben natuurlijk ambassadrice van die stichting, Stop Loverboys nu. Dus als ik daarmee een beetje aandacht kan genereren, dan... Gaan we ineens plaatsen naar of zo, dan gaan we niet vanuit. Maar ja, dan gaat er natuurlijk wel een bericht naar hen toe. Maar ik zeg altijd, maar je moet altijd beide voetjes op de grond houden. Ja, duidelijk. Ja, ja. Mocht je ze ooit tegenkomen en je weet er geen raad mee, dan willen we je... Ik heb wel een aantal vrienden. Heel graag daarbij helpen in een klein kamertje met... Nee, laat ik dat niet zeggen. Want... Nou ja, het is wel goed dat daar een keer over gesproken wordt. Want als je de verhalen van de meisjes hoort, er is één meisje die zit al heel lang bij ons. Mm-hmm. En die lag hele dagen naakt in een kelder vast met een slipketting om de nek. Baba. Het jongste slachtoffer wat wij hebben gered als stichting zijn, dat was 9 jaar. Ja. En natuurlijk zijn de Loverboys heel fout, maar de klanten die daar komen, die houden het wel in stand. Ja. Ik bedoel, wat ben je van viezerik als je met een kind van 9 het doet? Dat je daar je leuter in krijgt, om het maar even heel grof te zeggen. Maar zo is het wel en dat houdt het wel in stand. Dus het is enerzijds de Loverboys, maar het zijn ook de klanten die het allemaal mogelijk maken en die daar gewoon voor betalen. Mijn maag draait. Ja. Alleen al bij de gedachte. Ja. En zeker, hè, ik weet waar jij voor staat. Ja. Dus ja, ik heb natuurlijk met mijn dochter meegemaakt, die is misbruikt op jonge leeftijd. Dus ja, dat raakt me allemaal. Ik was zelf ook 17 jaar, ik was ook nog maar een kind. Ja. Dus ja, en er waren gewoon mannen van 50, 60 die daarop afkwamen. Maar ja, weet je, er ligt zo'n taboe op. Hoe ziek is deze wereld? Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Ja, we gaan je nieuwe single draaien, meid. Hartstikke goed. Ja. Hey, reuze bedankt voor je komst in de studio. Heel waar goed, ben je terugvinden op de sociale media? Ik heb www.rebecca-music.com. Ik moest even nadenken, want Roy die houdt het bij. Ik heb natuurlijk gewoon mijn Facebookpagina, ja. Rebecca Schouw. Ik heb Twitter, ik heb Instagram. Dus ja, en dan zijn we natuurlijk gewoon te vinden in het verre nut. Ja, daar kan ik wel op rijmen, maar het heeft geen nut. Nee. Het is het zeker niet, ja. Dus, ik vond het heel erg leuk om hier weer eens bij jou te zijn. Meisje, maak vooral geen vreemde van jezelf. Is er een keer iets waar ik je mee kan helpen in de vorm van een benefiet of wat dan ook, dan moet je even een belletje geven, want ik sta graag voor je klaar. Dat geldt natuurlijk hetzelfde voor jouw stichting, hè? Helemaal goed. Dankjewel, Rebecca. Groetjes.